We hebben een klein beetje uitgelopen, maar goed, we hebben allemaal heel veel gegeten en gedronken, hopelijk dat was het zeker wel waar. Ja, welkom bij de superheelavond bij Aviva. Persoonlijk ben ik heel blij dat het hier is, want ik woon in Alphen aan de Rijn. Hartstikke dichtbij, dus ik had beter te fietsen kunnen komen. Dat is niet gedaan. Ik woon niet aan de Rijn, maar ja, dat had wel wat beter. Even kijken. Ja. Wat we. Precies. Nog even kort de volgende meeting tot betreft. Ik heb al vorige keer gezegd, het hele jaar is eigenlijk allemaal volgepland. Als je nou nog wil een avond hosten, neem je dat snel contact met ons. Maar dat gaat in ieder geval niet meer dit jaar worden, maar volgend jaar. Maar als je dan ook een leuke sessie hebt waar je over wilt praten, dus elke host die kan niet de hele avond content. Dus we hebben ook al nog sprekers nodig weer van andere organisaties. Freelance bent, dan kan je gewoon een sessie doen. Dus als je een leuk onderwerp hebt, laat het ook vooral weten. Als je zelf wil praten. Zoals jullie wel weten, ben ik nog bezig met de voorbereidingen voor Sugcon dit jaar. We hebben nog iets meer informatie, namelijk de venue, dus de Postillion Convention Center in Amsterdam. Als je op de site kijkt, ook wat hotelsuggesties daar staan. Dus dan kun je niet echt in de buurt wonen en weer in de buurt overnachten. Dus ik ga wat tips voor je. Dus check even de site. Google Papers is inmiddels volgens mij gesloten. Dus dat kan ik niet doen. We hebben echt gewoon. Oké, ja, precies. Ja, dus als het goed is, is de site morgen dus beschikbaar om je ook aan te melden, dus te registreren voor Sugcon. Dus we zijn afhankelijk van de site daarvan en andere partijen, dus we hopen dat het super voor. Maar we zullen zeker over tweeten als het open is. Dat is 2 dagen trouwens? Ja. Het is een beetje hetzelfde als vorig jaar. Je kunt rond een uur of 12, 1 of zo en dan weer met de Azië programma. Ja. Oké, agenda van vanavond. Eerst de verder wat over de Sidecore Commerce. En samen over de Sidecore Dopper. En als laatste inderdaad de Boris van Bielendaal over de Park en Alain. Dus ja, ik vind ze al een hele fijne avond. En ja, bedankt aan Vier Studios voor het hosten van deze avond en voor de goede ontvangst en de leven. Dankjewel. Ja, goedenavond allemaal, mijn naam is Roel Kuik. Hartelijk welkom bij Aviva Solutions. Ik ben ook blij dat het hier is. Jij woont in Alphen, ik woon in Haarsebouw. Dus het is echt een thuiswedstrijd dit. We zijn er trots op dat we jullie hier vanavond welkom mogen heten. En het is voor mij ook bijzonder, want ik werk hier eigenlijk pas kort. Dus mooi dat ik dan hier dit nu al mag doen. En wat ik daarbij leuk vind, is dat eigenlijk van het moment dat ik zelf met Aviva in contact kwam, ik eigenlijk wel wist dat ik hier heel graag aan de slag wilde gaan. Een mooie groep met enthousiaste, gedreven mensen, waarbij het echt vanaf het moment dat je binnenkomt, voelt dat het ook vertrouwd is. En, dat zie je bij de collega's, maar dat zie je ook in de manier waarop we met onze klanten en leveranciers omgaan. En in die gedachtegoed hebben we eigenlijk ook mooie stappen gemaakt met wat wij Mercury noemen. Mercury is eigenlijk een oplossing waarbij we kant-en-klare e-commerce componenten op Sidecore kunnen bouwen. En dat stelt ons in staat om implementatie en ontwikkeltijden voor onze klanten aanzienlijk te kunnen verkorten. En dat is een van de dingen waarin we laten zien, weet je, dit is de club die we zijn, altijd op zoek naar een manier om een verschil te kunnen maken. En dat zie je ook door iemand als Erwin bijvoorbeeld, als de enige Sidecore Commerce MVP in de Benelux. Ook iets wat bij ons vast, denk ik. En 12 gecertificeerde Sidecore developers. En 2 daarvan zullen jullie vanavond een presentatie geven. Ik en mijn Aviva-collega zijn te herkennen aan een badge met een blauwe stip. Mochten er vragen zijn of jullie iets willen weten, dan tik ons gerust aan. En ik ga plaatsmaker voor Erwin om de eerste presentatie te geven. Take it away.